of het nou bewust is. Of dat het gewoon nog even niet wil lukken. Of dat je er na die grote liefde toch weer alleen voor komt te staan. Welke reden dan ook, feit is, we leven steeds vaker alleen. Nederland telt op dit moment dik 3 miljoen eenpersoonshuishoudens. En dat worden er alleen maar meer. En zeker nu, dat is duur. Kan natuurlijk niks qua kosten met iemand delen. We kunnen niet uit elkaar, want we kunnen het niet betalen. Singles voelen hun lifestyle vaak harder in de portemonnee dan samenwoners. Hoe eerlijk is dat? Discriminatie. Heel eerlijk. Op basis van je relationele status. Vrijheid kost geld. Alleenstaanden hebben het goed in deze samenleving. En wat doet de politiek? Dit is single versus samen. In keiharde euro's. Was het leuk? Ja, ik denk wel leuk. Dan hebben we de intro, toch? We hebben de intro. Ja. Onze inbox zat helemaal vol. DM's. Met allemaal dezelfde strekking. Ik merk dat het lastig is om bijvoorbeeld kosten te delen voor inboedel of nutsvoorzieningen. Ik merk dat het financieel gezien moeilijker is in je eentje, omdat je bijvoorbeeld vaak eten moet weggooien omdat het niet opkomt. Voor mij was in mijn eentje een huis zoeken vooral een uitdaging. Ik betaal 950 euro aan kale huur voor dit appartementje. Eigenlijk alle dingen die het leven leuker maken, daar is weinig tot geen geld voor. We duiken straks in het geld. Maar we duiken eerst in wat data. We zijn hier met z'n 17,6 miljoen, van wie ongeveer de helft samenwoont. Iets meer dan een kwart bestaat uit gezinnen met één of meer kinderen. En dan komt de groep alleenstaande. Dat is 1 op de 5 Nederlanders. Die 3,2 miljoen eenpersoonshuishoudens. En dat is 40% van de in totaal 8,1 miljoen huishoudens. Het zijn vooral oudere vrouwen, omdat die vaak langer leven dan hun man. Daaronder zie je dat het toch vaak de twintigers zijn die alleen wonen. En dan vaker mannen. En vooral in de steden. In Rotterdam, Utrecht en Eindhoven woont 1 op de 4 alleen. In Amsterdam, Groningen en Maastricht zelfs een derde. Een enorm verschil met vroeger. We gaan even terug in de tijd. Van 2022 naar 1962. Toen waren er nog maar 400.000 eenpersoonshuishoudens. Op een totaal van 3,3 miljoen. Relatief veel minder. Alleen wonen is dus steeds normaler. Hoe komt dat? Allemaal wijsheden. Ja, van de boomer. Dat legt professor demografie Jan Latten aan ons uit. Als je nou belangrijke dingen ziet veranderen in de afgelopen halve eeuw, dan zie je dat we veel vrijer zijn geworden in het kiezen van hoe we ons leven willen invullen. Er kwamen ook regelingen van de overheid, zoals bijstand, bijvoorbeeld voor gescheiden vrouwen. Dus als een liefde zwaar tegenvalt, dan kun je altijd zeggen, tabé, ik kan mijn eigen inkomen verdienen. En als ik het niet kan verdienen, dan hebben we altijd nog een uitkering. Dan heb je natuurlijk in de jaren 60 ook de pil, de anticonceptiepil. Dat gaf jonge mensen veel vrijheid om te leren hoe is dat dan een relatie hebben zonder meteen te moeten trouwen. Dolomina wil een maatschappijverandering die moet leiden tot gelijke ontplooiingskansen voor iedereen, onafhankelijk van de seks. Vroeger was dat een schande, samenwonen ongetrouwd. Toen die pil er kwam, kon je eigenlijk zonder consequenties gaan samenwonen. En werden mensen eigenlijk toleranter. De Mina's gaan door met de strijd voor de bevrijding van de vrouw. Duidelijk. Maar veel mensen vinden dat de samenleving niet genoeg is ingericht op die dikke 3 miljoen eenpersoonshuishoudens. Onder wie? Sylvana. Wil je het? Ja, lekker, graag. En Chief. Chief, waar loop jij tegenaan als single? Ja, je merkt gewoon dat je als alleenstaande ontzettend hoog in je vaste lasten zit. Ik heb heel bewust gekozen om geen auto te kopen, maar ik deel hem wel met mijn moeder. Ik denk dat er veel nadruk ligt op je moet het samen willen doen. Familie, lidmaatschappen bij de sportschool en dat je bij je vrienden om je heen ziet dat ja, ze alles door twee kunnen doen. Met boodschappen merk ik dat al. Alles is al zo reet duur geworden. De grootste kostenpost op dit moment, denk ik, buiten gaswater ligt, is de boodschappen. Brood, eieren. Ik schrok me toch wel echt de tandjes toen ik zag dat tussen
tussen het ene blikje en het andere blikje gewoon echt een dubbele kiloprijs zit. Alles heeft een beperkte houdbaarheidsdatum, weet je wel. Ja. Wil je eentje, doe je er twee keer zo lang over om het op te maken. Ja, dan gaat het. Zo'n kleine vriezer, die zit al helemaal vol. Ik kan niet elke dag invriezen. Ik werk ook gewoon elke dag. Dus je wil echt wel een beetje... Ben je dan heel bewust in de supermarkt bezig met... Ja, mijn koelkast is bijna leeg. En daarnaast als single zijnde ben je ook wat meer uithuizig of zo. Je hebt echt je vrienden heel erg nodig. En dan ga je toch wat vaker uit huis, ergens wat drinken. Misschien dat je denkt, oh, ik ga nu wat actiever op zoek naar een partner, want dan wordt het leven makkelijker. God, nee. Nee? Nee, ik blijf echt liever alleen dan dat ik moet gaan samenwonen of samen zijn, alleen maar om de kosten te kunnen dekken. Het lijken vaak kleine dingen, van de supermarkt tot een abonnementje. Maar opgeteld gaat het om tot wel honderden euro's per jaar. En boek je in je eentje een hotel? Ja, dan betaal je dus alleen net zoveel als dat koppel aan de andere kant van de muur. Waar je ook nog eens van wakker ligt. We checkten bij 8 grote bedrijven, supermarkten, hotels, streamingplatforms en internetaanbieders, waarom die verschillen er zijn. Straks hun reactie. Wat we veel van jullie hoorden, wonen. Een huis kopen in je eentje, veel succes. Huren dan, ook veel succes. Veel mensen verdienen net te veel voor de sociale huur en denk ook aan de wachtlijsten. En in de vrije sector heb je weer hele hoge salariseisen van soms wel 4 keer de maandhuur. Voor nu, oprecht, is het enige waar ik voor vecht is inderdaad mijn eigen woning. Ik draag gewoon elke maand bijna de helft van mijn salaris af aan mijn woonlasten. Momenteel is de gemiddelde huurprijs dus 1184 euro per maand. Dat vraagt dus om een minimaal inkomen van 4800 euro bruto. Die prijzen zijn astronomisch. Met z'n tweeën kun je dat best halen. In eentje moet je het best goed doen. Als je bij een hypotheekverstrekker langs gaat, je overlegt je gegevens, dan krijg je gewoon zo'n stom aanbod van rond de 170.000 euro of zo. Terwijl ik dan fulltime werk en best wel een goede baan heb. En dan voel ik me altijd alsof ik een beetje lopen uit te lachen van we moeten je wel iets bieden, maar wat doe je hier eigenlijk? En heb je een huisje, dan zijn er gemeentebelastingen. Voorbeeldje? Afvalstofheffing. Betaalt iedereen, maar de alleenwoners vaak een stuk meer. In sommige gemeenten, daar geldt weliswaar het principe de vervuiler betaalt. Zoals in Nijmegen, waar je betaalt per afvalzak. Maar kijk, in Amsterdam betaal je in je eentje 330 euro voor je afval. Dus met z'n tweeën dubbele, 660? Nope. Met 2 of meer, slechts 440 euro. En in Utrecht betaal je solo 304 euro. Ben je met meer, dan is het slechts 5 tientjes duurder. In Almere betaal je als je samenwoont in totaal slechts 20 euro meer dan een alleenstaande. En in Maastricht, juist een gemeente met een van de hoogste percentages alleenwoners, betaalt elk huishouden, of je nou met 1 of met 8 bent, 1 en hetzelfde tarief. 329 euro. Aangevuld met een klein beetje vervuilen betaald per gemeentelijke restafvalzak. Maar je betaalt daar in je uppie echt wel heel veel meer voor je afval. Dan je blauwe envelop. Of jullie blauwe envelop. Want als je samen je belastingaangifte doet, kan het best lucratief zijn. Start de muziek. Als je denkt, ja, jij bent het. Met jou wil ik voor de rest van mijn leven mijn aftrekposten delen. Dus trouwen, een geregistreerd partnerschap, een samenlevingscontract of samen een kind of een woning hebben? In deze gevallen verklaar ik jullie hierbij tot fiscaal partner en fiscaal partner. Je doet dan samen als één belastingaangifte. En zo kun je best wel makkelijk inkomsten en aftrekposten onder elkaar verdelen, zodat je gezamenlijk minder belasting afdraagt. Ja, dus stel, jij maakt zorg- of studiekosten die je van de belasting af mag trekken. Als jouw fiscaal partner meer verdient dan jij, dan mag je die aftrekposten daaronder brengen en dat levert allerlei belastingvoordelen op. En ook kun je hogere heffingskortingen krijgen. Ka, and might I add, ching! Hetzelfde geldt voor vermogen. In je eentje betaal je tot een bedrag van 50.000 geen vermogensbelasting. Maar alles daarboven wel. Dus heb je meer, zeg 80.000 euro, lucky you, dan betaal je over die 30.000... Even een toeltje erbij pakken. Pak een beet 170 euro aan vermogensbelasting. Maar ben je fiscaal partner, dan gaat het om een bedrag van tot de 100.000 euro gezamenlijk. Dus stel je hebt diezelfde 80.000 euro op de bank en jouw partner maar 10.000 euro, kom je samen niet boven de 100.000 euro uit. En in dat geval betaal je over die 80.000 dus
0 euro vermogensbelasting. Dan doodgaan. Blijf jij als alleenstaande, net diezelfde 80k op je bank, je laatste adem uit en wil je geld nalaten aan je broer, zus, buurvrouw, wie dan ook, dan betaalt diegene daar 30% erfbelasting over. En dat is 24.000 euro. Maar laat je diezelfde 80k na aan je fiscaal partner, één keer raden hoeveel erfbelasting je dan betaalt. 0 euro. Tot 7 ton is het dan belastingvrij. Dus ja, een lucratieve business, dat partnerschap. I'm glad you came along, partner. Niet eerlijk, vindt Marion Moed. Welkom bij ons restaurant. Alleen is oké. Maar we hebben nog een stoeltje voor je vrij. Zij voert al lange actie voor eerlijkere belastingregels voor alleenstaanden. Ik loop hier in de Wulpstraat in Hartjestad, Utrecht. En dit is een heel bijzonder straatje, want al deze schattige kleine monumentale huisjes zijn ooit gebouwd als goedkope sociale huurwoningen speciaal voor alleenstaanden. Hoe toepasselijk, want hier woont Marion Moed. Marion? Ja, hi. Hallo. Emiel? Marion, welkom op de Wulpstraat. Wat woon je hier ontzettend leuk. Ja, leuk hè. Is dat jouw bankje? Yes. Lekker knus. Marion. Yes. Wat is jouw strijd? De verbetering van de positie van alleenstaanden in Nederland en ook over het stoppen van de achterstelling en discriminatie. Qua wet en regelgeving word je nog steeds in het hoekje van stelletjes en gezinnen geduwd. Je zegt discriminatie. Is dat niet een erg groot woord? Ja, dat is een heel groot woord. Met discriminatie bedoel ik dat je nadeel ondervindt op basis van je relationele status. Dat betekent uiteindelijk dat samen zijn een soort verdienmodel wordt. En hoe voer jij die strijd? Den Haag een beetje wakker schudden. Dus daarvoor heb ik een jaar geleden samen met het Humanistisch Verbond en CISA een petitie in het leven geroepen die bijna 15.000 keer is ondertekend. Nou wil jij dat wet en regelgeving aangepast wordt. Waar moet ik dan precies aan denken? Ik vind dat de alleenstaande status ook een burgerlijke staat zou moeten zijn. Want dat is er niet. Voor de burgerlijke staat ben ik niet alleenstaand, maar ben ik ongehuwd. Wanneer ben jij tevreden? Oeh, goede vraag. Als het echt op alle gebieden, zowel economisch als maatschappelijk als sociaal gezien, een gelijkwaardige positie heeft. Marion, ik ga je weer alleen laten, maar daar ben je wel oké mee volgens mij. Dat is helemaal oké. Dat is goed. Succes. Dankjewel. Salwa, ik zie jou zo direct weer. Maar voordat we de vrijgezel als zielig afschilderen, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Het heeft zo zijn voordelen. Je bent vrij, onafhankelijk, zelfstandig, noem maar op. Serieus, noem maar op. Doe maar even in de comments. Dan het woordje alleenstaand. Dat betekent zeker niet per definitie alleen. En alleen, dat is weer geen synoniem voor eenzaam. Vandaar ook happy singles. En trouwens, 1 op de 5 alleenstaanden heeft wel een relatie. Maar dan op afstand. Een zogeheten latrelatie. Living apart together. Dat zijn weer vooral de twintigers. En 9 op de 10 van hen geeft wel aan uiteindelijk een keertje te willen samenwonen en of trouwen. Even wat relativerende woorden dus voor de singles. Zeker als je er bewust voor kiest om te latten. Ja, dus het is ook wel zo van vrijheid kost geld en er is veel solidariteit en alleenstaanden hebben het goed in deze samenleving. En ja, dat betekent dat je jezelf niet moet vergelijken altijd met een koppel dat bijvoorbeeld tweeverdiener is en zich veel makkelijker alles kan veroorloven. Een liefdesrelatie is een team, is een economische eenheid, is het altijd geweest. Dat is nou eenmaal het voordeel van dingen delen. Dit is dus zeker ook een politiek issue. Ik denk dat er meer gesprekken over moet komen in de Kamer, sowieso. Het voelt een beetje alsof we een soort van vergeten groep zijn. Veel wetten en regels stammen nog uit een tijd waarin het huwelijk en het gezin de gouden standaard waren. Get married, have babies, have a great life. Lange tijd, ook nog na de oorlog, was er zelfs een vrijgezellenbelasting om kinderen krijgen aan te moedigen. Die leefstijldiscriminatie, die bestaat niet meer. Maar er wordt dus nog steeds wel indirect een onderscheid gemaakt tussen alleen en samen. Zie die belastingen. En we zijn eens gaan kijken of er op politiek vlak een beetje beweging in zit. Conclusie valt eigenlijk heel erg tegen. Het is nauwelijks meer een topic, terwijl die aandacht er wel was. Dit was D66 in 2008. De politiek is altijd meer op het gezin gericht geweest dan op het individu, zei de partijleider toen. 14 jaar later is er eigenlijk maar weinig veranderd. Het geluid klinkt nog wel een beetje door in de partij. Binnenkort bestaat een kwart van de Nederlandse bevolking uit alleenstaanden. En zij kunnen, als ze geen kinderen hebben, niet tegen een lager tarief en met een hogere vrijstelling nalaten of schenken. D66 vindt dit een ongerechtvaardigd onderscheid. Dit was het antwoord.
Het kabinet heeft daarom op dit moment geen voornemens voor een dergelijke wijziging van de schenk- en erfbelasting. Oh, en van de 17 grote politieke partijen die meededen aan de verkiezingen, hebben 7 iets over alleenstaanden in hun verkiezingsprogramma staan. Maar dan gaat het er eigenlijk in de meeste gevallen alleen maar even over dat er te weinig woningen zijn. Tot zover Den Haag. Hou je nog van ons te goed? Die bedrijven waar je op de een of andere manier in je uppie duurder uit bent. De streamingplatforms. Accountje delen met je vriendengroep, je kent het wel. Daar willen Netflix en Spotify van af. Netflix verwees ons naar hun eerdere blogs hierover. Ze zeggen dat het delen van accounts hen belemmert om te kunnen investeren in het verbeteren van hun diensten. Het wordt misschien wel mogelijk in de toekomst, maar dan wordt het wel wat duurder. Kortom, bijbetalen. Same voor Spotify. Zij hebben een familieabonnement voor 1 adres. Dus ook hier geldt wel groepskorting, maar binnen een meerpersoons huishouden. En daarbuiten niet. De verklaring die kregen we niet van Spotify. Dan internet- en tv-aanbieders. Als jij thuis onbeperkt vast wil kunnen internetten, dan rekenen de grootste aanbieders van Nederland, Vodafone Ziggo en KPN, 1 tarief. Ongeacht of je in je eentje bent of met meer. Ze zeggen daar gewoon geen onderscheid in te kunnen maken. Bij mobiele data overigens wel, omdat dat beter individueel is af te stemmen. Ik wil er 2. Hotels. Bij deze 2 betaal je per kamer per nacht. En dus niet per persoon per nacht. Of dat eerlijk is? Nou ja, zowel Van de Valk als Bastion Hotels lieten ons weten dat ze überhaupt nauwelijks boekingen voor 1 persoon hebben. Behalve dan zakelijke boekingen. Volgens hen is samen in een hotel gewoon de norm. En ja, dan is het dus niet zo interessant voor ze om een ander type kamer aan te bieden. Vergelijk het in die zin met een taxiritje. 1 dienst, 1 prijs. Ongeacht met hoeveel je in die auto zit. En tot slot, je boodschappen. Albert Heijn en Jumbo zeggen rekening te houden met alleenstaanden door steeds vaker 1-persoonsverpakkingen aan te bieden. Dat die relatief duurder zijn, heeft volgens hen simpelweg te maken dat de productiekosten ook hoger zijn. Dus ja, dan toch maar iets vaker vooruit koken en invriezen. Als je daar in ieder geval de ruimte voor hebt. Die zit wel gewoon vol. Oh ja. Dus. Lang verhaal kort, op jezelf leven wordt dus steeds meer de norm. Soms is het logisch dat het leven solo net even wat duurder is dan samen. Maar het is ook nog steeds wel verankerd in wetten en regels die toch echt stammen uit andere tijden. Wat vind jij ervan? Praat mee in de comments. Oh, en die toneelstukjes van het begin? Die waren niet echt, hè? Nee, want die is niet van mij. Maar ik betaal wel mee hoor, aan je kinderbijslag. Weet je wat trouwens niks kost? Abonneren op ons kanaal. Tot de volgende. Bedankt voor het kijken.